Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, jij bent lekker aan het smikkelen. Ja, wil je een stroopwafel op? Nee, dank je. Ik heb al ontbeten. Ik zit ook nog vol. Ja. Oh, jammer. Nou, dan zijn er meer voor mij. Ja. Ik dacht, begin het jaar gewoon even lekker goed. Ja. Gezond eten. Stroop is heel gezond, toch? Zeker. Ja. Zeker. Dus, nou, leuk. Op pad, mannen. Ja. Gezellig. Zin in. Meteen wat leuks ook, toch? Ja. Laat ik jou gewoon naar Ten Boer sturen. En dan praat ik je straks wel bij. Zullen we het zo doen? Ja. Hoe gaat het eigenlijk met je trouwens? Ja, goed. Ik heb er zin in. Hey, moeten wij niet onze lieve kijkertjes, maar ook jullie, veel heil en zegen wensen? Ja, zeker. Nou. Gelukkig nieuwjaar. Op drie? Oh ja. 1, 2, 3. Veel heil en zegen! Nou, leuk. Zullen we maar gewoon op pad? Ja, we gaan op pad. Woep woep. Woep woep. Doei. En als het goed is, hebben zich daar leerkrachten verzameld. Ik zie ze al. Omdat een van de collega's 40 jaar in dienst is. En dan gaan ze hem verrassen. Oh, kijk, daar zijn ze al. Ze zwaaien al. Ah, ziet er al mooi uit. Oh, kijk. En het luidspreker erbij. Ballonnen. Het zal wel een lieve collega zijn. Oh. Voorzichtig. Lijkt Leo wel. Goeiedag. Hallo. Jullie zijn er allemaal klaar voor, of niet? Ja, we hebben al de auto's versierd. Dat is goed. Dus we zijn helemaal klaar voor. Ja, want jullie zijn voor Free, ja. Jullie collega. Die is 40 jaar in dienst. Ja. Wat is dat voor een collega? Een hele lieve collega die streng is, maar rechtvaardig. En dat zijn altijd de beste leerkrachten, toch? Klopt, klopt. En op haar leeftijd, en ze houdt het nog steeds hartstikke goed vol. Dus heel knap. Want hoe oud is ze? Oeh. Ik dacht 62. 62? Ja. Nou, dus je moet nog eventjes. Ja. Hoi, wie ben jij? Dani. Dani? Ga je ook verrassen straks? Mm-hmm. Is het toevallig zijn juf? Nee hoor, nee. Het is voortgezet onderwijs. Dus het gaat om leerlingen tussen 12 en 18 jaar. We hebben zootje vakantie, dus ik neem gezellig mee. Wat leuk. Ja. Heb je er zin in? Ja. Heb je een leuk idee hoe je mensen goed kan verrassen? Nee. Want het is een verrassing, hè? Mm-hmm. Zeg je, verrassing. Dat is het beste. Doe dat maar. Hallo, collega's. Oh, dat is een... daar kan veel lawaai gemaakt worden. Klopt. Houdt Free een beetje van lawaai? Een beetje, denk ik. Ja. Ja. En normaal gesproken, als iemand 40 jaar in dienst is bij jullie op school, hoe gaat dat hebben dan? We niet zo vaak. Is de eerste? Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat moet gevierd worden. Ja. En we zitten in de lockdown, dus ze komt niet naar school. Dus we komen bij haar toe. Leuk. Dus, en hoe denken jullie dat ze gaat reageren? Ze zal heel verrast zijn. Ja. En Free, ik denk dat ze heel verrast gaat reageren. Maar ze vindt het wel heel leuk, want Free is van de foto's en de filmpjes bij ons op school. Dat regelt ze altijd allemaal. En Free is echt vanaf het begin en is ook de eerste die 40 jaar les geeft op de Bolster. Wat voor soort lessen geeft Free? Free geeft zorg en welzijn. Zorg en welzijn. En dus Free ziet er is ook zorg uit als het goed is. Ja, daar gaan we wel vanuit. Ja, ze komt ook net uit bed rollen. Free is ook gewoon zorg en welzijn. Het is allemaal geregeld. Leuk. Dus Free denkt dat een collega komt. En dan staan wij er. Beppie, ja. Ik hoor net dat ze een taart krijgt. En die man daar, die gaat hem laten zien. Kijk, lekker zeg. Ben je nog niet in de verleiding gekomen om vast een hapje te nemen? Nee, ik mocht hem wel ophalen vanmorgen. Oh, wat aardig. Hij ziet er gewoon fantastisch uit. Ja, leuke fotootjes. Allemaal ook een beetje overzicht van haar verleden op de Bolster. 40 jaar. Ja. Zij is een heel gedreven collega die een heel warm hart heeft voor de leerlingen. En ze brengt het vakgebied natuurlijk heel goed over. Ja. Maar ze brengt ook de leerlingen naar grote hoogte in hun, hun mogelijkheden. En het is niet altijd even makkelijk, maar zij heeft wel geduld om deze leerlingen toch heel ver te brengen. Goed, en houdt ze een beetje van taart? Dat denk ik wel. Ja, dat hoop ik maar. Ja. Nou, heerlijk. En anders is het al genieten vanwege de plaatjes. Nou, ik vind hem leuk. Het is een leuke persoonlijke taart. Ja, zeker. Nou, ik zou zeggen, leg hem gauw terug voordat hij op de grond valt. Ja, dat zou jammer doen. Zijn. Dank je wel. Goedemorgen. U zwaait net naar ons en zegt, daar komt zijn grote vriend aan. Dat klopt, dat is Lloyd. Ja. Dat is een hele grote lieverd. En die, hoe heet die van u? Ozzy. Ozzy Osborne. En Ozzy en Lloyd zijn goede vrienden? Of, ja. Van het begin af aan al. Ja. Oh, kijk. Oh ja, ze kunnen elkaar wel lief. Haar liefde voor ouder en neergeel. Ja,
zijn twee mannetjes. Ja. Het zijn twee stoute ballen soms. Ja. En hebben jullie dan elkaar ontmoet tijdens het wandelen met de hond? Ja, we woonden vlak bij elkaar. Dus, oh. En hij was heel klein toen hij al volwassen was. Dus ja. Dan maak je de goede start. Oh, wat leuk. Ja, ja, hij heeft een gentle leader om. Hij is hoe heet dat? Een gentle leader. Een gentle leader. Ja, die hond is heel sterk. Ja, ik zie het. Hij is groot ook. Ja, en het is eigenlijk net als met een paard. Daarmee kun je hem eigenlijk een beetje sturen. Maar doet het dan geen pijn als je eraan trekt? Nou ja, kijk, het is net als een holster van een paard, zeg maar. Ja. Het is een hele mooie hond, lief karakter. Ja, het is gewoon een geweldig beest. En hij heeft een speurtuig. Speurtuig? Ja. Is het ook echt een speurhond? Dat is ook echt een speurhond. Okay. Daar doe ik mantrailing mee. Dat is het mensen opzoeken. Oh, daar heb ik wel eens van gehoord. Zit je dan bij zo'n soort vereniging die dan opgeroepen kan worden als er mensen vermist zijn? Ja, maar dan moet je een certificaat hebben. Oké. Okay. En dan moet je toch beter zijn dan dat wij zijn. Oké, okay, want hoe goed zijn jullie? 10 minuten speuren. En een speurhond moet minstens 1/2 uur kunnen. Want ze worden er dood en dood en doodmoe van. Heeft hij al eens iets gevonden? Hij vindt, als wij met ons groepje speuren, want dan loopt iemand het spoor. En dan weet hij niet wie loopt, maar er ligt dan een voorwerp. Ja. En dat voorwerp is dus het dingetje, zeg maar, waar hij de geur van moet zoeken. Dat is heel leuk. Nog even 1 keer aaien, hoor. Ja, zeker. Hey. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja. Aandacht. Ja. Aandacht. Hij is veel stabieler dan zo. Oh, dat kijkt hij lief ook. Ja. Nou, doei Ossie. Goed bezig. Nou, ik ben benieuwd. Dat zou wel niet voor u zijn, hè, Vreem? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is toeval, denk ik. Nee, dat uw collega's hier zo... Ik doe even het hele vak eruit. Wat leuk. Gefeliciteerd, ja. 40 jaar in dienst. Ja, dankjewel. Wat een verrassing, of niet? Ja, ja, dit had ik niet verwacht. Denkt u dat ze nog terugkomen? Ja, denk ik wel. Ze doen nog wel een rondje. Het moet wel even op de goede manier gebeuren, natuurlijk. Ja. Hè? Ja, ik heb uw collega's net al even gesproken. Ze zijn lovend over u. Streng, maar rechtvaardig. Vanaf het begin al betrokken bij de school. Ja. Ja. Ze zijn heel blij met u. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja? Ja, nee hoor. Nee, ja, ja, het is gewoon een leuke school. Ja. Ik werk er altijd met veel plezier. Want u bent van de verzorging, begreep ik. Ja, zorg en welzijn. Zorg en welzijn. Ja, 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 ja. Oké, okay, daar komen ze alweer. Dit is erg. Het zijn hele leuke collega's, of niet? Ja, zeker, zeker. Dat zei ik al. Het is een hele leuke school. God, dit is erg. Je veel verwacht met dit niet. Nou, wat leuk. Nou, ik denk dat ze nog wel even uitstappen, ja, toch? Ja, dat is heel leuk. Ik ga er even heen. Yes, ik loop achter u aan als het mag. Nou, en nu komen jullie allemaal op de koffie. Zo zeg. Maar ik zet de koffiepot aan, hoor. Kom binnen. Mag in de tuin. Ik dacht aan die kant van welke idioot kom hier langs. Nou ja, ik had kunnen weten. Maar voor jou eerst. Ja. Ja, de officieel... 40 jaar de bolste ketting. Ja. Jij mag hem zelf omdoen. Ja, dit is niet zomaar onderscheiding, hè? Dat snap je wel. Nee, nee, nee. Dit is de eerste en de enige. De koek is nog niet op, zeggen ze dan. Oh, God. Nou, gelukkig hebben jullie niet alle foto's gevonden. Ik zag jou net met een kerstboom achter de fiets aangetrokken. Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, je kan kerstbomen inzamelen daar bij Dorpsplein in een container. Ja. En dan krijg je 1 euro voor. Zullen we een stukje meelopen? Kijken of we nog kerstboom kunnen vinden? Die kant op gaan? Die kant op? Okay, ja, nou, ben benieuwd. En hoeveel geld hebben jullie al opgehaald dan? Net 1 euro. Oh, 1 euro. Kunnen we ook gewoon een uit de tuin trekken? Ja, dat zou kunnen, maar... Kijk, dat lijkt wel een kerstboom. Ja. Nee, dat mag niet, hè? Nou, er zijn in ieder geval een paar mensen die wel wat gevonden hebben. Goeiedag, we zijn ook op weg naar het Dorpsplein. Ja. En jullie hebben aardig wat verzameld. Waar heb je het gevonden? Hier net. En ben jij papa? Ja, ik ben papa. Papa moet 3 en jij moet 1. Ja, plus de rest. Dat is goed verdeeld. 4. Oh, 4. Het is best wel zwaar, of niet? Ja. Hoe heb je dit allemaal zo vast aan elkaar gebonden of zo? Ja, en in mijn handen. Wat een werk, zeg. Maar dit is toch alweer even 5 euro bij elkaar zo. En heb je nog tips? Want wij zijn ook op zoek. Heb je nog gezien? Of ja, is dat, goed opletten, hè? Goed opletten. Goed opletten, toch? Ja. Oké. Okay. Ook achter auto's kijken. Daar ligt ook soms. Achter de auto's. Of struiken. Of struiken. Goed. Doei. Doei. Oh,
Nou, ik moet omgaan. Moet ik je helpen? Oh, daar gaat hij al. Daar gaat hij al. Ik was wel een beetje jaloers eigenlijk dat zij zoveel hadden. Ach, ik heb tot nu toe 5 uur, maar mij gaat gewoon om de lol eigenlijk. Ja, nee, niet dat echt is echt geld of zo. En zij hadden een elektrische fiets en jullie niet, dus dat telt dan niet. Eigenlijk moeten we naar een plek toe waar zij niet zijn geweest, hè? Ja. Heb je ergens een kerstboom zien liggen? Ja, hier aan het einde van de... Rechts? Ja, hier rechts, ja. Oh. Oké, goed. Yes. Dankjewel. Dank je. 3 uur later. Er is iets gevonden hier. Oh, ja. Waar zie je hem? Dit is een kerstboom. Ja, voor mij ook. Hier kunnen we, ik krijg je wel een euro voor, denk ik. Zeker of niet? Weten. Ja, de grond er hem afklopt. Waar? Nog één. Yes. Waar? Hier. In het zand. Nou, kijk. Gewoon op je armen. Dit is weer een eurotje. Ja. Huppatee. Nou, meenemen. Daar gaat hij. Meenemen. Ja. Wat goed. Dan zijn we half den boer door geweest. Hebben we en dan blijkt er gewoon op een paar honderd meter... blijkt er gewoon er eentje te liggen. Ja, dan gaan ze even cashen. Eurotje per boom. Nou, we hebben er 2. De mannen gaan voorop. Handige jongens hoor. Ja, zeker. Dat worden echt klusjesmannen, denk ik later. Het ziet er ook wel echt heel leuk uit, hè. Een half verbrande kerstboom en een helemaal uitgerangeerde andere kerstboom. Nou, daar krijg je gewoon 1 euro voor. Ja. Oh, dat is een hele mooie boom. Daar krijg ik 1,5 euro voor natuurlijk, jonge man. Kerstboom in een kerstboom, hè? Kerstboom is kerstboom. Mooi. Ja, prima. Wat goed. En jullie verzamelen hier de kerstbomen in? Ja, klopt. Elk jaar... Waar gaan ze naartoe? Nou, dit gaat natuurlijk gewoon naar Groningen en daar wordt het verder vernietigd. Ja. Maar zodat mensen op een nette manier kunnen ze van hun kerstboom af. En elke inleveraar krijgt 1 euro voor de kerstboom. Dit is natuurlijk een heel erg leuk zakcentje voor in de spaarpot. Ja, want dit gaat van de gemeente uit? Of ja, dat klopt. Het gaat van de gemeente uit. Ja. En ieder jaar dan kan hier een organisatie voor een goed doel of voor de clubkas vrijwilligers leveren om de kerstboom te ontvangen van de jeugd. En wat voor club zijn jullie? Wij zijn voor World Servants nu geld aan het inzamelen. Want... er is jeugd van verschillende kerken uit het dorp, die gaan volgend jaar op een reis. En dan naar Zambia, geloof ik. Zambia, ja. En daar is veel geld voor nodig, dus vandaag. Wat goed. En jullie krijgen dan ook een gedeelte van... Wij krijgen een soort vast salaris, zeg maar, dat we hier staan. Het is gewoon een leuke vergoeding. Dus het is leuk voor jullie en leuk voor de mensen voor die het jeugd, ja. En natuurlijk leuk voor de gemeente, want de boel erop geruimd, hè, in het dorp. Het is een win-win-win situatie. Precies. Wat goed. Nou, ik zou zeggen, gooi maar in. Ja, dat gaan we doen. Bedankt. En kijk eens, die mevrouw die betaalt jullie geld uit. Ik wil natuurlijk ook geld. Ja. Dat is wel belangrijk. Jullie hadden 2, jongens, hè? Ja, allebei 1 euro. Allebei 1 euro. Oh, jij kreeg 1,5 euro. Ah, nee. Jawel. Hoe is ze zijn een geintje, hè? Huh? Kijk, allebei 1 euro. Ja. Dank u. Jongens, alsjeblieft. Hey, Martijs. Hey, Beppi. Hoe is het ermee, mooie vrouw? Ja, heel goed. We zijn lekker in Ten Boer, lekker bezig. We hebben hartstikke leuke dingen al gevonden. Oh, en dan val je weg. Paniek. Als het goed is, kom je weg. Terug. We vallen weg. Tunnel. Ah, daar is hij weer. Ja, het gaat hier heerlijk met het internet. Dus ik ga je gewoon heel snel die tip geven. Ja, daar geef komt hij. Gooi naar ons toe. Het broertje van Roos die is vandaag 14 jaar geworden. En die woont ook in Ten Boer. En ze vindt het ook wel jammer, omdat ze straks op kamers gaat. En dit de laatste verjaardag is, dat ze ook echt samen in het huis wonen. Ah, weet je wat? We gaan er gewoon we naartoe. We gaan er gewoon naartoe. Dat komt helemaal goed. Op naar de verjaardag. Als het goed is het hier. Ik zie nog niemand in de kamer zitten. Hoi. Hi. Ben jij Ivan? Ja. Kijk, ben jij toevallig jarig vandaag? Ja, zeker. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. En heet jouw zus Roos? Ja. Is ze er ook? Ja hoor. Nou. Kom wel even op. Ja, graag. Ja, nou, dat is goed. Kom je anders nog maar even bij de deur als je het wil. Ja hoor. Want 14 jaar dus. Ja. Je bent wel heel lang voor een 14-jarige al. Ja, best wel. Je kan het natuurlijk niet echt vieren vandaag. Nee. Wat ga je doen?
Ja, er komt vanavond nog een vriend en vanmiddag. Gewoon kijken of dat ik kan vissen. Oh, je houdt van vissen? Ja. Dat is een leuke verjaardagsactiviteit. Zeker. En dat zou mooi zijn als je dan even een dikke vis vangt op je verjaardag. Ja, zou mooi zijn. Roos! Hallo! Hallo! We hadden een berichtje van jou gekregen over jouw broer. Mag wel broer zeggen eigenlijk, toch? Ja, hij is inmiddels wel groot geworden. Ik zie het. Want jij stuurde ons een berichtje dat je bijna uit huis gaat op kamers. Ja, ja, dat klopt. Ga je haar missen? Als kiespijn. Ja, klein beetje. Maar. Ja. Ja, voor de rest. Ze woont dichtbij dus. Ja. Ze kan altijd langskomen. Of vind je het wel lekker? Ja, ook weer wel. Maar. Ja. Nou ja, hij mag op mijn kamer. Hij moet de muren lang alleen het roze er even vanaf halen. Oh, je houdt niet zo van roze? Nee. Vind je het spannend om op kamers te gaan? Ja, best wel. Ik zat gisteren, had ik al van alles uit dozen gehad en dan goed compact inpakken. En toen kwamen er ook wel wat tranen. Dat je toch echt het besef hebt van ik ben 20 en ik ga het huis uit. Maar goede vrienden van mij die gaan ook allemaal nu, dus het wordt wel tijd. Dus je bent niet alleen? Nee, ik ben niet alleen. Hey, en nu stuurde jij ook dat je zelfgemaakte arretjescake hebt. Ja. Opa en oma zijn binnen, dus wij blijven gewoon even lekker buiten. En kijk eens wat een service. Kijk eens, ga jij dat aan ze geven? Ja. Dat vinden ze vast wel lekker. Oh, jeetje zeg, wat lekker. Ja, dankjewel. Leuk hè, lekker. Oh, heerlijk. Ja, toch? Ja. Nou. Heel lekker. Dankjewel. Ik zou wel graag hier gewoon even binnen willen kijken bij de afvalverwerking. Dat vind ik zo interessant altijd. Nou, ik zie daar dus wat roeiers en ik vraag me af of dat niet gewoon veel te koud is. Wat denk jij? Nou, als je maar goed hard roeit, dan valt het wel mee, denk ik. Jullie zijn aan het trainen, of niet? Hallo, dat klopt inderdaad. Wij zijn even aan het trainen. Is die veel te koud? Nee, nou, zij hebben... voor jou niet natuurlijk, maar... Nou, zij hebben het eigenlijk eerder warmer dan ik, hoor. Is dat het is, ja, van roeien word je altijd lekker warm. Want dus, jullie zitten dan in zo'n wedstrijdteam? Dit zijn eerstejaars zware mannen, ja. Zware mannen? Ja. Dus jullie, dat is 80 kilo meer? Of meer? Nou, dan ben je wel een van de lichtere. De meeste, meester zit rond de 90 à 95. En zijn het een beetje talentvolle eerstejaars? Dit zijn hele talentvolle eerstejaars. Maar deze jongens hebben echt al veel bewezen. En ik hoop heel erg voor ze dat het seizoen doorgaat. Anders is het een investering voor volgend jaar. Gelukkig heb ik een lange stok. Ik ga proberen om niet in het water te vallen. Het kan een hele leuke tv worden. Jullie zijn talentvolle mannen, hoorden we net van jullie trainer. Ja, zeker. Oh, dat is ook echt zo, dus. Ja, dan ga ik de woord even inbrengen. En jullie zitten bij het zware geschut, zeg maar. Hoe zwaar zijn jullie? Mag jij mannen gewoon vragen, toch? Ja, nou, ik val nog wel mee. Ik ben een van de lichtste. Ik ben 82 kilo. Oh ja. Dus, maar daar moet nog flink wat aan. En jij? Ja, ik ben wel wat zwaarder. Ik ben 94. En is het een voordeel als je wat zwaarder bent als je roeit, of maakt het niet zoveel uit? Massa is kassa. Oh, die zal ik meenemen voor het nieuwe jaar. Dan ga ik nog een stroopwafeltje eten als dat het credo is vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u nou het afval van dichtbij aan het bekijken of de meeuwen? Nee, de meeuwen natuurlijk. Ja, afval is niet hetgene waar je naar graag naar kijkt, denk ik zo. Dus het is merendeels gewoon de zilvermeeuw die we allemaal kennen. Maar er zit ook wat Pontische meeuwen tussen. Pontische meeuwen? Ja, en die komen uit het oosten van Europa. Dus, Die zijn dan op doorreis hier naartoe of hoe zit dat? Ja, die overwinteren hier. Die vinden het hier lekker, dat afval. Ja, ik kan me ik niet kan voorstellen. Me ook maar... niet voorstellen. Het is wel een heel mooi beeld. Ja. Het zijn er, hoeveel zullen het er zijn? Het zijn er heel veel. De hele dak daarachter zit nog vol. Oh, ja. Dus jij bent ook meeuwenliefhebber? Ja, kijk naar of de meeuwen. Vogels, of en dan staan er soms wel meeuwen bij met ring. Er staat net een Pontische meeuw met een Poolse ring. Komt waarschijnlijk uit Zuid-Polen. Oké, okay. Wat maakt een Pontische meeuw nou zo bijzonder? Nou, het maakt hem bijzonder dat hij wat zeldzamer is en hij is wat anders. De snavel is wat langer en de mantel is iets donkerder. Het is iets meer zwart in zijn hand. Maar wel fascinerend blijkbaar, anders ga je hier niet staan. Ja, het maakt het ook erg interessant natuurlijk. Ik kom hier wel regelmatig. Meestal was het op zondag als mijn dochter naar zwemles was. Dan had ik een uurtje vrij en dan ging ik hier even heen fietsen. Maar het is meestal één keer per maand of zo sta ik hier wel een keertje om even te kijken van wat er tussen zit. We zijn altijd op zoek naar de kleine burgemeester meestal. Dat is een vogel die is
helemaal licht en die wil ook al op vuilstorten zitten. Maar ik heb hem hier nog nooit gezien. Nee? Ik zou hem graag zien, maar daar kom ik regelmatig voor om te kijken. De kleine burgemeester. Ja, als ze helemaal, helemaal volwassen zijn, dan vind ik ze heel mooi. Dus ze zijn heel licht gekleurd en dat soort dingen. Dus, nou, ik wens jullie nog heel veel plezier. Ja, dankjewel. En ik hoop dat jullie de kleine burgemeesters een keer zullen zien. Ja, wie weet, hè? Ja. Of een grote. Of een grote burgemeester of een andere mooie vogel. Ja. Succes ermee. Dankjewel. Goedemiddag. Weet u hoe dat kan? Nee, wij zijn ook pas net op de hoogte gesteld. Ja, want het is Redcock City. Iemand heeft het plaatsnaambordje even veranderd. Ja, klopt. Het klinkt wel heel internationaal. Ja, vinden wij ook. En kwam u net aanlopen of had u het van iemand in het dorp gehoord? Iemand gehoord. Dus het gonst al een beetje door het dorp. Ja, het gonst door het dorp. Ja, moeten we het mysterie wel even oplossen. Vind natuurlijk. Ik wel. Rode Haan, Redcock City. Misschien om toeristen te trekken. Kijk, het is gewoon opgeplakt. Zie je dat? Nou, het is wel creatief. Maar nu moeten wij dit mysterie wel even ontrafelen. Voordat ik het weet, ga ik hier niet weg. Hallo! Heb jij toevallig iets met dit bordje te maken? Nee, ik heb niks met dit bordje te maken. Heb je ook enig idee wie dat gedaan zou kunnen hebben? Nee, geen idee. Om erachter te komen, dan moeten we maar gewoon aanbelleteren bij wat huizen. Waar. Gelukkig is Rode Haan niet zo groot, kunnen we alle huizen bij langs. Hallo, schrik niet. Nee, dat gaan we ook niet doen. Fijn, we hebben even een vraag. Nou. Er is een mysterie hier in Rode Haan. Het naambordje is veranderd in Redcock City. Dat klopt. Heb jij dat toevallig gedaan? Nee, dat hebben wij niet gedaan. Je staat er zo boefig bij te lachen. Nee, zeker niet. Weet je wie dat heeft gedaan? Nee, het verbaasde ons eigenlijk ook een beetje. Redcock City. Ja. Wat vind je ervan? Ja, nou goed, we horen het wel vaker natuurlijk. Ik heb ook veel vrienden in Winsum binnen de voetbal. Ja, die hebben er ook wel eens een grapje over van, ja, Eddie, je komt uit Red Rooster of nou is het Red Cock, dus ja. Ja. Oh, ik schrik me helemaal wild. Dat is niet goed. Maar u bent goed volk, zie ik wel. Nee hoor. Oh. Wij zagen daar het bordje Rode Haan en daar is een sticker overheen geplakt met Red Cock City en nog een Engelse tekst eronder. Ja, ik heb het gezien. Wat is er aan de hand? Geen idee. Ik weet het niet. Jij was het niet? Nee, ik was het niet. Jij hebt niet stiekem in de nacht... Nee, er is Jan. Jan is het geweest. Jan? Ja. Oh. En Jan woont hier in het kleine huisje bij de dijk. Zal ik je naar Jan toe lopen? Nou, graag. Ja. Okay, ja. Nou, kom. Gaan we naar Jan. Nou, dit is wel een mooi haantje ook. Mooi, hè? Ja, is heel mooi. Jan woont in een heel leuk huisje. Ja, ik moet jou even waarschuwen. Henk. Ze zijn heel benieuwd naar jou. Wat dan? Nou, we hebben van alles over u gehoord, Jan. Wat dan? Dat u een beetje een klein boefje bent. Een boefje? Ja, dat u zo maar eventjes een naambord verwisselt. Oh, ja, maar dat heb ik niet gedaan. Oh, Henk zei dat Jan het had gedaan. Ik zei niet dat je Oh, dat jij het wist. Maar jij hebt mij geappt. Oh. Ja, nee, en dan weer Gerrit, mijn andere buurman. We gaan door naar Gerrit. Ja, we gaan door Ja, dan moet je snel zijn, want die vertrekt zo meteen weer naar Amsterdam. Oh, oké. Maar die weet ook niet, denk ik, wie het gedaan heeft. Nee, u weet het ook niet? Oh, jij hebt het niet gedaan? Ik heb het niet gedaan, nee. Ik verdenk jou ervan. Nee. Vindt u het grappig? Het werd hoog tijd. Ja, natuurlijk. Het is toch wel leuk, hè? Oh, goed. Ik wens jullie heel veel succes. Ja, we gaan dan door naar Gerrit, denk ik maar. Waar was Gerrit? Het allerlaatste huisje. Allerlaatste huis. Het is een heel avontuur zo met jou, Henk. Ik vind het gezellig. Je wordt ergens van beschuldigd. Nou, vertel. Heeft u een idee? Ja, wat er op het bord staat. Ja. Nee, dat is niet... dat is jammer, hè? Ja, we zijn het hele dorp aan het aflopen. Redcock City, Het klopt niet, onderzin. Nee, dat hadden wij ook al een beetje in de gaten. Maar ik weet er niks van. Ik verdenk mensen uit Warfhuizen ervan. Oh. Het hoort gewoon bij zo'n streek die je met oude jaar uithaalt. Ja. Ja. Maar we kunnen er wel een beetje om lachen. Ja, mensen zeker. Kunnen, ja. Het houdt en er zijn al fietsers, wielrenners, die stoppen en gaan terug. En die gaan dan op de foto met dat bord. Dus Rode Haan wordt straks de trekpleister van de In de zomer verwacht ik wel wat. Nou, Teren. Ja. We hebben het mysterie niet opgelost. Maar het is wel het einde van het programma. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Doei, doeg.